Hoi, mijn naam is Henry de Weert en ik ben high-end coach. Tevens ben ik meer dan 25 jaar coach en ontwikkelaar van de allereerste high-end coachopleiding van Nederland. Dat is een opleiding voor ervaren coaches, therapeuten en personal trainers die de ambitie hebben om ambitieuze professionals, ondernemers en high performance te coachen. Tijdens deze opleiding leer je over typische high-end coach thema's. Bovendien leer je de unieke iZumo high-end coach methode te meesteren. In deze video bespreek ik typische high-end coach thema's, strategisch denken en synthetisch denken. Een interessant voorbeeld van strategisch denken ontstond tijdens een coachmeeting met een cliënt, laten we hem Jos noemen. Jos is een CEO in de ICT-wereld. En tijdens een strategische analyse van zijn verleden, met als doel zijn ambities en vraagstukken te verkennen, gingen we samen 2 uur lang de diepte in. Jos ontdekte tot zijn verrassing remmende factoren in hem die te maken hadden met het gedrag van zijn moeder. En hij ontdekte remmende factoren in het gedrag van zijn moeder die te maken hadden met haar vader. Doordat Jos en ik de tijd namen om strategisch te denken, ontdekte hij weggestopte herinneringen betreffende diverse lagen in zijn verleden. Hij ontdekte tevens een voor hem remmende factor, te weten miskenning van de moeder van Jos door haar vader en miskenning van Jos door zijn moeder. Bovendien ontdekte Jos ook een extra effect en een extra laag van miskenning, te weten zijn gedrag ten opzichte van zijn kinderen, waar zijn eigen miskenning door hem soms werd vertaald naar een kort lontje en boos gedrag ten opzichte van zijn kinderen. Bovendien is Jos al jaren zwaarlijvig, ondanks zijn dieet en regelmatig sporten. En dit effect relateerde Jos tijdens het gesprek aan zijn stress, zijn zwakke discipline en zijn negatief zelfbeeld. Het strategisch denken gedurende 2 uur bracht Jos onmisbare inzichten en een belangrijk vraagstuk omtrent erkenning. Het tegenovergestelde van miskenning. En zodoende kon hij een sterke ambitie bepalen betreffende erkenning. Zonder strategisch denken had hij deze ambitie mogelijk niet gevonden. En het is deze strategisch geladen ambitie die ertoe heeft geleid dat Jos sterker gemotiveerd dan ooit sindsdien doeltreffend dagelijks aan sport en bewegen is, dagelijks doeltreffend eet en vast, wekelijks een liefdevolle verbinding met zijn moeder aangaat en dagelijks tijdens kinderblokken een liefdevolle verbinding aangaat met zijn kinderen. Het combineren van deze 4 nieuwe factoren in 1-weekplanning noemen we synthetisch denken. Synthese betekent het periodiek samenbrengen van andersoortige factoren in het denken en doen. In dit geval is Jos erin geslaagd 4 nieuwe stimulerende factoren in zijn weekplanning toe te passen, waardoor oude remmende factoren uit zijn weekplanning zijn verbannen. En hierdoor leeft Jos sterker. Hij kan als ondernemer beter presteren, hij is goed afgevallen en zijn zelfbeeld is positief geworden, zowel als vader, zoon en man. Een high-end coach kan helpen strategisch en synthetisch te denken. Graag zoom ik nog 1 keer in op het high-end coach thema strategisch denken, omdat hij zo effectief en innovatief is. Strategisch denken is bewust diep denken. Strategisch denken is het afpellen van oppervlakkige gedachten tot diepliggende gedachten. Het is durven denken en de tijd nemen voor denken. Het is trainbaar waardoor denkresultaten verbeteren. Het is door denklagen heen laveren en op reis gaan langs nog niet eerder ontdekte ambities en vraagstukken. Het is op een systematische wijze en dus op een ordelijke en samenhangende wijze komen tot zowel diepte als breedte in ons denken. Strategisch denken is diep denken en altijd leiden tot nieuwe grote, kleine, inventieve of disruptieve denkresultaten. Strategisch denken is tevens iets wat we niet dagelijks doen, waar we zelden de tijd voor nemen en wat we vermoeiend vinden om te doen. We vermijden strategisch denken het liefst met als gevolg dat hele slimme mensen helaas met regelmaat de verkeerde keuzes maken. We kijken hiervoor maar eens de film The Big Short, die gaat over de financiële crisis in 2008. Wanneer snelheid een kenmerker is van ons leven, komen we regelmatig tot minder goede keuzes. De oplossing bestaat uit vertraging, rust en strategisch denken. Kortom, iedereen is in staat strategisch en synthetisch te denken. Het effect is verrassend en groot. Ben ervaren coach, therapeut of personal trainer, heb je interesse in de high-end coachopleiding? Ga dan naar de website van iZumo of zend mij een persoonlijk bericht via WhatsApp. Voel je welkom en dank voor je tijd.